Nick is de jongens alvast aan het aankleden. Oh. Oeh, sexy hoor, schat. Om de dag door te komen. Zo, zo. Zo. Ja. Goedemorgen. Oh, ik heb het echt freezing koud. Ik ben even onderweg naar de winkel, want ik had echt wat spulletjes geshopt. Waaronder ook een gezichtscrempje en zo. Ik zie er nogal moe uit. En met deze freaking gaftrekfeest moet ik het maar vandaag doen, want ik ben ontzettend moe. Ik ga nu de auto instappen, want ik heb vanmiddag heb ik een show van de lesjes, de klas. Ik ga er ook zo naartoe. Ik heb mega buikpijn, omdat ik zwaar ongesteld ben, wat echt vet kut is. Maar ja, anyways, ik zie jullie zo. Ik ga nu de auto instappen. En ik ga nu even snel een pakketje terugbrengen. Ik heb net lekker een gezichtsmasker gehaald. Want altijd als ik ongesteld word, dan ben ik een beetje cranky. Dan heb ik echt fucking pijn in mijn buik. Het draalt zelfs door uit tot aan mijn benen. En het is gewoon echt, één dag is altijd heel erg verschrikkelijk. En vandaag is die dag. Ik ben ook echt moe. Maar dat zeg ik bijna in iedere vlog. Dus dat heb ik helemaal geen zin om nog een keer te zeggen. En ik heb pepermuntolie gekocht. Want ik ga een proef doen. Ik ga voor een maand lang ga ik zeg maar zelf een cocktail mixje maken. En het schijnt als je dat iedere dag, of nou niet iedere dag, maar één keer in de zoveel tijd gebruikt. Wanneer je haar dus moet wassen, dat je haar sneller lang wordt en dik. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga die challenge aan. Ik ga dat doen. Ik ga denk voor 2 maanden lang ga ik dat mixje gebruiken voor mijn haar. En kijken of we verschil zien. Dat ook zien of het waard is om het te maken. Of dat het weer zo'n stomme fabel is. Dadelijk van Alessio die voorstelling, daar ga ik gewoon zo naartoe. Echt verkrekte mama's ever. I don't care. Ik krijg nog niet wat ik daarna ga doen. Oh jawel, ik heb nog iets heel spannends natuurlijk. We gaan vandaag... Nee, dat ga ik nog niet vertellen. Ik ga het laten zien. Moet je maar gewoon even blijven kijken. Maar het is wel echt super leuk. Althans, ik ben super enthousiast. Ik heb me even een kop thee gemaakt. Om de dag door te komen met mijn buikpijn. Fijn dat je dan alweer beter voelt, Nick. Moet. Moet? Zaterdag voetballen. Jij bent gek en daarna kak je weer in. Oké, ik heb echt mega snel de vaatwasser gedaan. Alles opgeruimd. Ik ga nu beginnen met het kerstdiner van de jongens. Want ze hebben vanavond kerstdiner en wij hebben kerstborrel. Super veel zin in, maar ik moet nog wel alles maken. Ik heb net de vaatwasser snel gedaan. Mijn video is nog aan het uploaden. En ik ben ongesteld. Echt serieus. Ik gooi iedere keer die ongesteldheid erbij in. I know. Dus dat crappe look wat je nu ziet, het gaat zo meteen verbeterd worden. Want ik ga zo toch even make-upje op doen en even een leuke kleren aan doen. Want ik was helemaal vergeten natuurlijk, altijd, wat er op de planning stond voor vandaag. Oh ja, we gaan nog iets heel leuks doen. Nou, maar dat is het. Dus we gaan nog even met die jongens, ik ga zo meteen eerst even hun eten maken. Maar het is nu 39 en ik moet heel snel rennen om Mams op te halen. Dus ik zie jullie zo weer. En natuurlijk regent het weer zoals... bijna iedere dag. En ik heb mijn haar gefeund. En dat haat ik. Dus ik doe gewoon een dingetje op. Zo helemaal eroverheen. En dan zo. En dan wordt mijn haar ook niet nat. Dat ziet er niet uit. Maar ja. Opschieten jas. Die jas gaat nooit zo goed dicht. Dus ik ga hem echt heel leuk aankleden. Met een open hemdje. En een stropdasje. Weet je. Echt helemaal hippe de pip. Helemaal stoer. Moet ik helpen? Oh, moet ik ze terugzetten? Ja. Oké, baas. Zo, zo. Zo. Zo, zo. Kom dan. Ik heb een kat boven. Ja, kom samen. Ik ben klaar met opmaken. Ik zie er wat minder gaftakkerig uit. Ik ga nu even dat eten maken. Wacht, ik ga eerst even mijn veter strikken. Laat ik jullie zien wat ik aan heb. Nick is de jongens alvast aan het aankleden voor hun kerstoutfit. Hoor je dat? Ik ga nu maar even snel mijn schoenen aandoen en dan laat ik jullie mijn outfit zien. Oké,
Dit heb ik dus aan. Die ik heb. Mijn blouse en mijn colbertje gewoon. Ik ga daar nog alleen mijn kettingje aan doen als ik het niet vergeet. And then I'm all ready for tonight. Trouwens, heel even snel het huis opruimen. Wauw! Weet jij hoe je een signaal naar je Apple Watch stuurt? Geen idee, want ik heb geen Apple Watch. Schattie. Super nerd. Oh! Nee, niet gaan liggen dan. Oh, je hebt dat broekje aan gedaan. Oh, die is leuk. Ja, dat is een echte kerk. Ja, daarom dacht ik, doe dit petje op. Lekker in Memphis. Ja, lekker. Lekker hè? Nou, ik ga ja. Mama gaat borrelen. Doei doei. Ja. 1, 2, ja, proost. Je moet wel meegaan. Je moet wel lachen, hè? Het was wel echt super geslaagd. Het was echt leuk. Memphis en Alessia hadden ook lekker gegeten. Ze hadden allemaal lekkere dingetjes. Dus daar ben ik al blij mee. Ik heb net gedoucht. Ik heb de jongens al op bed gelegd. Ik heb de vaatwasser gedaan. Ik wilde eigenlijk gaan stofzuigen. Maar ik ben echt kapot nu. Ik laat het voor morgen. Dus dat stel ik even lekker uit. Ja, dat doe ik gewoon even chillen. Wij hebben nog niks gegeten. Nick is nu met de auto even McDonald's gaan halen. Dus ik ga weer Mackie eten. Oh my god, ik eet zo fucking slecht. Ik moet echt weer mijn eten even weer goed op peil krijgen. Dat is niet normaal. Maar ja, ik moet het maar even doen. En snel een beetje. Anyhow, ik ga dus nu even lekker daar eten. Ik had dit maskertje nog gehad. Ik had jullie helemaal niet eens laten zien wat ik vandaag gekocht heb. En doe ik morgen wel. Maar ik had in ieder geval één zo'n maskertje. En die is voor de nacht. En ik weet nog niet precies hoe die werkt. Oh ja, de hele nacht. Je moet hem de hele nacht inhouden. Dus toppie. Lekker, daar hoef ik er niet op te letten. Morgenochtend word ik wakker en spoel ik hem af. Nick is nog niet thuis. Hij is best wel lang weg. Dus... Oké, ik ga even mijn maskertje opdoen, die je dus de hele nacht in kan houden. Ophouden. Ik ben benieuwd. Ben jij ook benieuwd? Dat is zo schat. Ik ben benieuwd hoe je eruit. Ga lekker iemand anders in de zijk nemen. Ik denk dat je eruit komt als J-Lo. Oh my god, that will be so fucking awesome. Als ik ook haar booty krijg, dan vind ik het prima. Nee, daar moet je wel een beetje voor sporten. Dat haat ik. Kijk nou hoe ze dit weer dichtmaken. Is dit alweer van vandaag, die wasmachine? Ja. Die was wat. Oeh, sexy hoor, schat. It's getting hot in here, so take off all your clothes. I am getting so hot, I want to take my clothes off. Let's do this. Oh, dat voelt wel heel erg lekker. Ask me if I do this every day. Is it often? Many times she wrote the wave, not so often. Bitches. Maar dit gaat nu toch helemaal in mijn kussen zitten, of ben ik nou? Maybe I can make that pussy rain often. Het is nu bijna 10 uur. Ik ga nu dus zo slapen. En ik zal morgen wel even filmen hoe het er dan uitziet. En of er nog alles erop zit. Hij prikkelt wel heel erg. Ik heb mijn bril maar wel opgegaan. Want ik ga nog wat tv kijken. En ik dacht echt van ja, ik ga niet zonder mijn bril op tv kijken. Want dan zie ik geen freaking moer. Dus dat is ook geen succes. Dus anyways. Anyhow. Masker begint. Ja, ja. Een lekker lichte prikkel hou ik wel van. Dan voel ik dat hij tenminste werkt. Dus ik denk met inslapen dat ik gewoon maar even op mijn rug ga. Oh ja, over dat cocktailtje wat ik wilde gaan maken. Die proef die ik wilde gaan doen, weet je, voor 2 maanden tijd. Of je haar dan echt sneller en dikker aangroeit. Dus dat je volle haar krijgt en langer. Ik ben daar nog 1 ingrediënt voor vergeten te kopen. Ik dacht dat ik namelijk kokosolie moet hebben, maar ik moet jojoba... Jojob, ik weet niet hoe dat heet. Anyways, maar ik zag het wel in de winkel. Maar ik dacht van, hey, ik kom me bekend voor. Maar ik heb het dus niet gekocht met mijn domme kop. Anyways, dus die ga ik morgen dus kopen. Na de kerst starten met die proef. Kijken of het echt werkt, of het echt helpt. Ik ben heel erg benieuwd. Want ik ben altijd best wel sceptisch in dat soort dingen. En ik kon nog niet echt in achterhalen of meerdere mensen deden. Mengseltje waarvan ik logisch dacht van, misschien kan dat wel werken, weet je, voor je haar. Dus ja, ik ben benieuwd. Ze melden dat ik nu ga slapen. Ik ga nu keihard pitten. Dus ik ga nu ook een einde maken aan mijn video. Dat ga ik ook doen. Want ik ben moe. Ik ben ongesteld. Ik ben cranky. Ik heb buikpijn. Pijn in mijn benen. Ja, dit zit eigenlijk. Meer dilemma's heb ik voor nu niet. Ik zie jullie morgen. En ik hou van jullie. Het slaapt lekker. Oh, dat wil ik nog wel zeggen. Het is bijna voorbij. Ik moet wel echt gaan detoxen. Anyways, ik zie jullie morgen. Slaap lekker. Hou van jullie. Doei, doei. Tot morgen.